Waar het hier binnenkant hangt de Maverick. Dan moeten we straks misschien ook nog eens gaan, maar voor de eerste keer hangt om hier langs de publiekster. Het is aan u, dames en heren, met Jurgen Roos. Met daar dan ook Benny Pasen. Met Lars die daar een plekje wint. Dat gericht tot de winterspel daar. We zien ook Arno Roenwegen. En allemaal de mannen die wel eens tegenvangen. Dus Pat Esbroek ook daar goed mee. En dan ook verder voor Jan Sleeks. We zien ook Aron Groenwegen. En allemaal voorwaardig wel eens tegenkwamen. Dus wat is er ook daar goed mee? We zijn ook verder voor Jan Sleeks. Die de doof opmaken. Ook plaatsruimen, dankjewel. Straks is het opnieuw aan u als de geestworters binnen zijn. Dankjewel daarvoor om dat parcours even vrij te maken. Het komijn van de Bossen.
We zijn de bocht gekomen. Richting de streep. Allemaal op de Nederlander. Nog drie ronden, we doen vier ronden in totaal. Laatste weer de plek richting het domein van de mossen. In deze mossencross vormen we nu voor de G-sporters. Dan worden we opening gedaan met de mannenplaats. Nog drie ronden. Drie ronden voor Jim van Kruijden, voor Jeff van Dijk. Drie ronden voor Afle. Kurt van Esbeek. Mag jij hier aan? De Thank you.
is er, Arne. Goed bezig. Goed bezig, mannen. Goed bezig, Arne. Kijk, kom maar. Kom maar, mannen. Ik kan het, ik kan het. Stop, stop. Arne. Allee. Kom maar, Jimmy, zeg. Wat, denk het toch. Ja, zeg dat nou, kom op, blijf even, Jimmy, kom op. Kom maar, Jonas, goed zo, kom maar. Kom maar, hè. Alla, kom op, Jimmy. Goed zo, richt een stukje snelheid, hè. Kom maar, hè. Je kunt er, hè. Kom maar. Kom maar! Ik heb een nummer aan jou gehad. Kom maar, Timmy, goed bij hoor. Wanneer niet meer Florian, die moet hem pakken hoor. Kom maar, Timmy, nu nog een chef vrij, jongen. Florian, is er wel fiets? Kom maar, alles keer. Ja, oké dan. Kom maar, neem een Tim naar erbij, Smit. Kom maar, hop! Hop, die fiets! Kom maar, hop! Kom maar, Florian! Hop, op die drivers! Kom maar, maar niet van die fiets zitten rijden. Ja, op je merk, ik kom uit. Kom maar, kom maar, de andere kant van de berg, kom maar, hop, 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 hop. Ja. Ja. Hoi. Kijk eens aan, ook hij die soepele draad. Twee ronden voor Lars Jus. Ja, Jas. Lijzen van het orkest, de laatste ronde zijn. Er was top dat zij erbij zijn. Fantastische prestatie al. Zijn halverwege de koers van twee rondjes voor de Limburger. Danny Maas. Denk ik aan zich daar de ronde moeten lossen. En ik komen ze dadelijk op bij twee ronden van het einde. Terwijl de andere leiders misschien aan hun laatste rondje zullen beginnen. Eén rondje. Van de lijn in de wedstrijd. Twee ronden op voor Arne. Twee rondjes op. We lopen zeven plek voor de Jimmy van Kranest. En in de ranking overal, dus de algemene lijst. Het was hier inderdaad. Met ook 24 in dat gezelschap, Kevin van Loon. Doe maar niet. Hier is Van Dijk nog, ook voor hem nog veel rondjes.
van dingen. We eindigen hier de wedstrijd als er alle populairen zijn. En mag voor Inkoud Meijer en voor Lorenzo Rius. Negen rondjes nog, we zijn halverwege de koers. En voor Rudy Lozzi, halverwege de koers van twee rondjes. Die twee winnen is dan Kamer Hulbeek. We zijn ondertussen 6 minuten verder die schuldig waren bij de leider in de wedstrijd. Het ging niet zoals het hoorde. Laatste rondje hierop. Hoi. Wel een hele mooie prestatie. Hele mooie voor de maat. Ik heb nog dingen op. De wedstrijd. Pardon. Frank gaat hier niet meer. Dan doe maar. Alles. Laatste ronde nog voor Lars Dion, de nummer 2 in de wedstrijd. Ja, laatste ronde Matthias. Volgens eindjes daar precies wanneer in de ronde naar die laatste ronde op 15 seconden. 15 seconden is het verschil tussen de leider en de nummer 2. Voor Joren de Graven. Laatste ronde ook voor Lars de Jong, de nummer 2 in de wedstrijd. Ja, laatste ronde Matthias. Matthias van Olven. Laatste ronde voor Giovanni van Herbergen. Voor de Graven. Daar komt de nummer 3 in de wedstrijd, Danny Pasen. Hier en achter, hier. Want de derde komt eraan. Dus ga, hop. Daar gaan we, Danny. De Sepp Pauls. We eindigen hier de wedstrijd. Ik ga naar de bocht. Nick Aerts, laatste ronde voor dit duo. Laatste ronde. In de aankomstzone. Aankomst voor de renners in de aankomstzone.
Achter de bocht kunnen ze Parcours verlaten. Einde wedstrijd voor Marijn, einde wedstrijd voor Silke. Maar deze moet er nog eentje doen, denk ik. Jimmy van Kraaijnes, laatste ronde, Jimmy. Laatste ronde. Er zit ondertussen aan de plaats. Laatste rondje. Vanaf dan is verkeerd beginnen lopen. Vanaf dan is verkeerd beginnen lopen. Ja. Wat nog tot tijd is, Jimmy. Kom maar even. Voor het drietal hier in Dame voor de laatste ronde. Laatste ronde. Eerontje, jongens, kom. Kom maar, Kevin. Moet er wel op misschien, maar laatste ronde. Kom jongens. Maar het zit er al op. En nu einde wedstrijd hier onder applaus mag je zo onthalen. Een van de eerste keren op de crossfiets. Mooie prestatie van een van de meisjes. Achter de bocht ga je er. Ja. Dat is wel. Einde wedstrijd. Hoi. Met de glimlach komt hij aan. Hey! Zo hoort het. Met de duim omhoog. Einde wedstrijd voor iedereen. Voor Niels ook. En de koers. We wachten over iets. Midden aan de minuutje misschien zelfs al de legroom. Vanaf nu zullen ze allemaal uit de wedstrijd halen. We zijn bijna 8 minuten ver en die laatste ronde. Einde wedstrijd. Ze kunnen na de bocht in de zon wat stoppen. Einde koers. Einde wedstrijd. Einde wedstrijd, Jens. Oh, een wheelie. Een wheelie vlak voor de streep. Knap. Ze doen hier nog zakkalletjes. Einde wedstrijd. Ja. We zijn bijna 8 minuten ver in de laatste ronde. Niet ver Einde wedstrijd. Einde van de koers, einde van de veldrit. Knappe prestatie hebben ze geleverd. En één gedaan. 10 punten voor de goal. De overwinning, zo lijkt het wel. Ja. Laatste jongen. Pak de overwinning. En hier de Gunter Boons. Tweede plek voor hem. Aankomst voor alle deelnemers. Vooral ook voor Joran. Kijk eens aan of hij perfect is. Hier Jolien Loesie. Einde wedstrijd. Einde wedstrijd voor iedereen nu. Einde van de wedstrijd. We hebben allemaal perfect afgewerkt. Ja, maar vier mannen zijn. Kijk eens aan, ze zijn er allemaal die een verzetje groter zetten. Wow, einde van de koers, einde van nu. Ja. Hoi, ver ingezet man. Een ereskunst. Heel vaak nog rond. Wow. Een ere salut aan de supporters en het publiek. Zo hoort het. Vrouw aan de sponsor. En hier hebben we Danny Paassen, de nummer 3. In de uitslag. Hoe is dat, Danny? Joren de Graven. En voor de andere daarachter ook. Einde wedstrijd. Dit aardse herkennen we daarop. Was toch
een stuk toch eruit, hè? Niks. Niks. Was niks. Derde plaats voor Kenzo, die de medaille krijgt. Jonas krijgt ook de medaille op de tweede plaats. En de winnaar, Arno van Groenwegen. En Jonas krijgt ook de leiderstrui op. Die had hij al en behoudt hij ook na vandaag. Het is misschien belangrijk voor onze geestsporters om toch een klein beetje misschien ook richting de kabinetten of zo te gaan, want niet iedereen is zichtbaar op de foto. Lukt het wel, man. En de zakjes worden wel verdeeld. Kurt moet ook nog een zakje krijgen, alsjeblieft, als het kan. En de medailles, er staan achteraan op jongens en meisjes zonder medaille. Ah, dat wordt onderhand de pas op. Zou iedereen boven willen gaan? Ik ben zo goed.
Dames en heren, ik stel voor dat we nog eens de handjes geweldig op elkaar zetten voor onze G-sporters van vandaag. Hier in de Bosnië.